Dit is Reinier Smit. De man die de politie al vanaf het begin af aan verantwoordelijk hield voor de moord op zijn vrouw Gonda, de moeder van hun twee kinderen. Gonda kwam in 1996 bij een woningbrand in Hoge Zand om het leven. Er waren tal van aanwijzingen dat de ernstige gokverslaafde Reinier daarachter zat, maar omdat het harde bewijs hiervoor ontbrak, kreeg de politie de zaak niet rond. En zo kon het gebeuren dat Reinier 10 jaar na de dood van zijn vrouw hier gewoon als een vrij man zijn tijd dood in het casino. Maar dan komt Peter in contact met Harry, een kroegbaas uit Groningen en een oude bekende van Reinier. Harry vertelt dat Reinier hem in het verleden heeft benaderd voor het plegen van een huurmoord, notabene een 30 jaar voor de moord op Gonda Smit. Harry zal vanaf nu samen met ons onder één hoedje spelen. Hij zal opnieuw contact leggen met Reinier en hem proberen te laten bekennen dat hij destijds op zoek was naar een huurmoordenaar. Na een aantal eerste voorzichtige ontmoetingen gaan we een stapje verder. Harry zal Reinier een schokkend voorstel doen en de rollen omdraaien. Omdat Reinier immers destijds bij hem kwam met het verzoek iemand te laten vermoorden, komt Harry nu met een verhaal dat hij ook zoiets wil. Dat zijn eigen vrouw uit de weg moet worden geruimd. En Reinier heeft interesse. Nou, ik heb hetzelfde probleem als jij. Ik moet haar uit de weg ruimen, Ren. Je kent haar toch wel, die Thijs, hè? Ja. Want zij weet te veel en ik heb een andere vriendin en ik wil bij haar weg. Ik heb je nummer even, hè? Ja. Nou, wat moet ik voor je doen, hè? Ja, maar even contact houden. Als jij... Ja, maar ik word wel afgeluisterd, hoor. Ik heb helemaal op mijn nummer, hè? Ik heb nog een nummer. Meen je dat? In de reeks van ontmoetingen die we tussen het duo vastleggen, wordt de voorgenomen huurmoord steeds concreter. Dus zeg maar, ik kan het binnen 6 weken regelen. Ja. Kijk, als wij overhoog... Als jij groen licht geeft... Ja, dan is het andere koek. Dan is het binnen 6 weken opgelost. Ja, dan moet je tussen 4 en 6 weken. Ja? Ja, maar ga je dat zo regelen dat ik ben er niet en... Jij krijgt één telefoontje. Ja. Je minimaal 100 kilometer uit de buurt. Harry stuurt het onderwerp ondertussen ook voorzichtig aan op Gonda. De zaak waarover Reinier dan al 10 jaar lang zwijgt als het graf. Toen jij dus bij mij kwam, dacht ik, dit is een jongen, daar ken ik wel wat mee. Ja. Maar ik meende in de eerste instantie, toen jij me dat vroeg... Kan je dat nog herinneren, dat je bij mij de eerste keer kwam? Weet je dat nog? Kan je dat nog wel herinneren? Toen zeg je tegen mij, want ik kan iemand, die heeft heel veel geld... Weet jij iemand die iemand kan vermoorden voor mij? Ik zei, wat? Nou, zei René, of Smitje, ga jij een pilsje drinken bij mij in een gokje wagen? Maar weet je dat nog? Kan je dat nog herinneren? Dan gaat hij lachen, die zwijn. Nee, maar kan je dat nog herinneren? Ik weet alles. Huh? Ik weet alles. Ja, daarom. De altijd zo behoedzame Reinier laat nu overduidelijk merken dat hij alles weet en dat hij wel degelijk destijds, vlak voor Gonda's dood, bij Harry is langsgekomen voor een huurmoord. Ook toont Reinier zich dan bereid om een huurmoord voor Harry te regelen. De eerste aanbetaling hiervoor, €25.000, zal hij in een hotelkamer in ontvangst nemen. Harry moet van Reinier bovendien een foto van zijn vriendin meenemen en haar adres overhandigen. Alles is gereed en Reinier verschijnt op het afgesproken tijdstip ten tonele. Kijk, ik geef je nu €25.000 mee, ja. En een foto van haar. Ja. Maar wat voor garantie? Ik bedoel, ik moet wel een bepaalde garantie hebben. Wat zijn er voor jongens? Kunnen ze... Is geen probleem. Nee, ik bedoel, zijn het profi's? Zijn het ik ken ze, dus Jan kant van. Het zijn profi's. Ja, oké, maar ik bedoel... Kijk, zij gaan 2 weken gaan ze in Groningen zitten... Ja, je hebt de gegevens bij je. Ze gaan 2 weken daar zitten en dan gaan ze zich helemaal voorbereiden. Ja? Mm-hmm. Dus ik heb, maar ik moet vanavond of morgen met die jongens, ga je met die jongens naar Duitsland. Ja, want daar zitten ze nu, met een andere jongen. En die, dat is de coördinator van alles. En die vent, ja, mm-hmm. Met nog 3, die gaan 2 weken, gaan ze, ik denk dat 2, maar die gaan dus in Groningen alles bekijken. Ja. En op een gegeven moment. Is klaar. Nou, even een andere vraagje. Okay, tot zover kan ik met je meegaan. Ik wou alleen nog even weten... Het moet op een ongeluk lijken, dus hoe gaan jullie dat aanpakken? Want daar gaat het mij ook om. Dat ga ik met die jongens bespreken, dat het ook goed komt... en dat het ook zo daadwerkelijk zo is.
Maar dat moet je gewoon hun overlaten. Kijk, als jij de sein krijgt om weg te gaan, dan is het binnen een week opgelost. Zeg maar binnen 3 dagen. Laten we het zo spreken. Dus jij gaat bijvoorbeeld vandaag weg, dan is het binnen 4 dagen is het klaar. Ja, maar dan moet ik wel een seintje van tevoren hebben. Sorry, Goos. Dat is geen probleem. Zo, goedemiddag, Ranier. Ik wist het al. Jij wist het al. Wat ben je aan het doen? Een moord aan het bekokstoven? Ik wist het al, joh. Ja, je wist het al. Je wist helemaal niks. Je bent een moord aan het bekokstoven. Ik wist het. Ik heb alles al doorgemaild. Heb je dit ook zo met Gonda gedaan? Ik heb alles al doorgemaild. Blijf even hier. Heb je dat ook zo met Gonda gedaan? Heb je dat ook zo met Gonda gedaan? Mij niet aankomen, jongen. Je bent een moord aan het bekokstoven. Ach, jongen, dit is toch een grapje, maar ik weet het al lang. Ja, dit is een grapje. Ja, je weet het al lang. Je weet helemaal niks. Nou, hard wegrennen, hè? Ik wist het al. Hé, jongen, vlucht nou niet. Zijn dit je praktijken? Moorden beramen? Je bent een moord aan het beramen, jij. Ik heb alles al doorgemaild. Ja, dat zal wel. Ik wist het al. Ja, je wist het al. Ja, tuurlijk. Ik wist het echt al. Je bent gewoon een onderwereldfiguur. Ja. Je hebt zo ook bij Gonda gedaan. Peter, vind je echt dat ik gek ben? Ik wist het al lang, joh. Ja, waarom doe je dit dan? Omdat ik kijk hoe gek jullie zijn. Ja. Begrijp je toch wel? Nee, begrijp ik helemaal niet. Dan hoef je ook niet weg te rennen. Nee, waarom ren je dan weg als je dat wil zien? Jij wil weer... Nee, jongen, je zit gewoon te liegen. Je bent keihard een moord aan het voorbereiden geweest. Denk je dat? Ja, dat denk ik echt. Anders hoef je ook niet weg te rennen. Ja, dat doet alleen iemand die schuldig is. Wat wil je nou dan van mij? Zeg het dan. Ik wil wel eens horen hoe je dat met Gonda geflikt hebt. Ik heb Gonda niet vermoord, joh. Nee? Maar daar denkt de rechter later anders over. 13 jaar na de dood van Gonda Smit wordt Reinier op 17 december 2009 alsnog veroordeeld voor de moord op zijn vrouw. De straf? 15 jaar cel.